Vandaag heeft de officiële launch plaatsgevonden van onze ambulance dienstverlening. Het gaat om 3 voertuigen. 1 is de ambulance zelf en 2 zijn een nieuw concept voor de Surinaamse gemeenschap. 1 is de SUV en 1 is de motorfiets, uitgerust met basic life support equipment om die eerste handelingen te plegen die noodzakelijk is. Zij kunnen sneller en makkelijk manoeuvreren tussen het drukke verkeer, vooral de motorfiets. En op de motorfiets zit er namelijk een verpleegkundige die deze eerste handelingen zal mogen uitvoeren. De motorfiets is voor Suriname is het nieuw, maar voor Europa niet. In Europa kennen we het als ambulance motorfiets. De ambulance kan moeilijk manoeuvreren tussen bepaalde files. Ook sommige auto's gaan niet uit de weg. Maar de motorfiets, daar kan je nog op de stoep even nog rijden. Je hebt een zwaailicht en sirene, hij komt sneller aan. Vanaf vandaag kan men ons bellen voor ambulance service op de aangegeven nummers en via de centrale meldkamer.